Hey babes, welkom bij weer een nieuwe video. Wij zijn lekker in Nice. Dit is onze eerste destination van de vakantie. We hebben hier al een paar dagjes lekker beachclubjes gehad en zo. En vandaag hebben we een hele leuke dag. We gaan namelijk naar het Matisse Museum en naar een heel leuk baaitje opzoeken. Dus ik dacht, ik neem jullie vandaag wel mee. En misschien nog wat dagen. Morgen hebben we een hele leuke reservering. Je hebt hier trouwens echt wel wat leuke tentjes. We zijn gisteren geweest ontbijten bij Café Fino. Dat was echt wel heel leuk. En we hebben al gegeten bij Camellia en nog iets. Ik laat wel even de foto's zien. Is echt super leuk. Ik zal sowieso even TikTokjes ervan maken van alle goede plekjes. Maar vandaag is het lekker het Matisse Museum. Ik ben me aan het klaarmaken. Ik heb de beest er al op zitten. En we zijn dus nu een paar dagjes Nice. We zitten in het Sonder Hotel. Is echt een heel mooi hotel. Ik zal even de roomtour aan jullie laten zien. Oké, babes. Dit is dus onze hotelkamer. We slapen dus in Sonder Hotel. En je hebt hier dus een kleine kapstok wat wel chill is. Koffietje. Ik vind deze stoel echt helemaal geweldig. Hoe fun is die? En dan is dit de kamer. Super cozy. Love ook de gordijnen. Heel cute. En je kan hier ook lekker chroomkast, wat wel heel fijn is. En gewoon een lange spiegel. Super chill. Dan of course ook een badkamer. En deze is echt heel pretty. Hi. En kijk, deze tegeltjes. Hoe schattig is dit? En dat goud. Dus dit is ook weer zo'n soort boutique hotelletje. Hoe leuk! Love it! Oké, dan verder met make-up. Ik doe als base even gewoon wat bronzer eerst. Niet te veel, want ik vind poeder in de zon niet zo chill. Dit is echt een poeder. Maar puur voor wat een soort van contouren. We zijn dus nu een paar dagen in Nice. Oeps, ik liet iets vallen. En dan gaan we door naar... heet het de Antibes? Ja, de Antibes. En daar gaan we echt naar een super schattig ander hotelletje met een zwembadje. En doen we een dagje Saint-Tropez. En daarna zitten we of course nog even leuk in een bijzettootje. Dat moet je natuurlijk ook doen als je in Zuid-Frankrijk bent. Ik gebruik nu een crème blush en dat vind ik echt een aanrader. Ook zeker voor dinner nights als je lekker in de zon bent geweest. Is dat top. Dan zie je er gelijk echt een soort van helemaal fris en... verkleurd uit door de zon. Maar wel nog glowy. Zo doe ik nu een klein beetje van op. Niet too much. En dan heb ik van mijn agency een aantal Charlotte Tilbury productjes gekregen. En deze is echt super mooi. Kijk hoe cute het ook is. Maar dit is echt een soort van bronzy color. Dus daar pak ik gewoon op mijn blush punt van. En gooi ik even op mijn wangen. Een beetje extra. Hallo. Oké, ik denk dat dat hem is voor het make-upje. Dan gaan we lekker aankleden. Oké, ik heb een aardige bom aan kleur mee. Maar eerst voor het museum dacht ik aan gewoon een easy broekje. Dit is een silk broekje van Jurf Avenue. Altijd heel chill. Dit is een heerlijke top. Die heb ik nog niet aangehad, maar heb ik in de sale bij de Bijenkorf gekocht. Ze hebben daar trouwens echt van hele mooie merken. Dus dit merkje, dat kende ik eigenlijk nog helemaal niet. Hele goede discounts nu. Dan bij Vaartasje, want ik wou lekker deze eroverheen doen. En die heeft al die heerlijke kleuren. En ik denk dat ik dan dus een geel slippertje erbij pak. Oké, weet, wij zijn al lekker op pad naar het museum. We hebben even lekker een croissantje gehaald voor onderweg. En volgens mij is het iets van 20, 30 minuutjes wandelen van het centrum. Dus dat is goed te doen. We zijn er bijna. Dit is het volgens mij. We moeten er nog heel even omheen. Pretty, love it. Wij zijn net door het museum heen gegaan. Het is echt een aanrader, wel heel mooi. Ik miste wel een paar van mijn favoriete items. Maar die hangen denk ik in een ander museum. En dat was €10 per persoon. Dus dat valt ook heel erg mee. En nu gaan we lekker naar de museumshop. Dus altijd een van mijn favoriete dingen. Oké, babe.
Pups, wij zijn buiten. Ik zit nog wel even in een bankje in het park. Ik dacht, ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. Allereerst een magneetje. Ik neem altijd een magneetje mee waar ik ben geweest van mijn ouders. Dan een notitieboekje dat ik ook even nodig heb voor het boek dat ik lees. Zodat ik lekker kan notuleren. Dan deze poster, die hebben jullie al gezien. Van vissen. Nou, dat past goed bij mijn sterreteken. Hoe fun. En dan heb ik nog een magazine gekocht. Die gaat over dit museum. En er staat dus van alles van dit museum in. En ik dacht, dat is best wel leuk om gewoon een keer op tafel te leggen. Zonder dat het gelijk zo'n groot koffieboek is. En je bent hier ook echt geweest. En dat was het. Oké, babes, wij lopen weer terug naar het hotel. We gaan even omkleden en een bikinietje aantrekken. En dan gaan we dus naar die bij toe. Daarvoor gaan we nog wel eventjes wat boodschapjes doen. Zodat we even lekker kunnen snacken en lunchen op het strand. Misschien zelfs dinner of zo met een wijntje. En dat schijnt dus echt een schattig tussenbijtje te zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is. Want hier zit je natuurlijk gewoon aan de boulevard bij Nice aan een club. Ook leuk trouwens hoor. Chill, dat je gewoon surfs hebt. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het gewoon meer op zo'n toeristisch bijtje is. Dus dat gaan we vandaag lekker doen. En morgen hebben we dus ook nog een hele leuke reservering. We hebben best wel een bekend restaurant hier. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Ik denk dat we dan gewoon lekker zelf hier in Nice op het strand gaan chillen. Maar ja, ik neem jullie mee. Ik vond het museum trouwens echt wel leuk. Ik vond hem ook leuk. Dat het nog best wel een beetje hip is ofzo. Zeker met al die kleurtjes. Dus ik vind het een aanrader. Zeker voor 10 euro. En je bent er niet heel lang trouwens. Er is wel nog een leuk parkje ook en zo naast. Maar ik vond het een aanrader. Oké, wij zijn in het hotel. We hebben een kleine boodschap gedaan. Wat lunch en gewoon wat lekkers. En we gaan nu even kleden. Oké, ik doe denk deze nieuwe bikini aan van de H&M. Dat heeft dit topje. Een soort high-waisted broekje. Kan vandaag wel omdat het een klein beetje bewolkt is. En heb ik dus ook nog dit extra topje mee. Voor na het zwemmen bijvoorbeeld. Dat je even een droge hebt. En ik doe deze slippers aan. Fun. Kantuurjurk, die is nieuw van Naked. En vandaag neem ik mijn Chanel tasje mee. Oké, babes, we zijn er. Het is echt super pretty hier. Het is wel best wel vol. Parking was trouwens wel echt een struggle. Maar het is gelukt. Dus je moet echt wel even rondrijden. En dan ongeveer van je plek 10 minuten lopen ofzo. Maar nu gaan we lekker het water induiken. Oké, babes, we zitten hier op het strand nu. Het bikinietje is trouwens H&M, als ik dat nog niet had verteld. En we zijn even, ik hoop dat jullie het wel een beetje kunnen zien, wat druifjes aan het eten. En een wijntje. En we hebben gewoon van die bekertjes van het hotel meegenomen en wat boodschapjes gedaan. Zodat je zo wel lekker eten kan wijnen. En wat misschien wel leuk is om te laten zien, wacht, ik draai de camera even om. Kijk, ik had het hier net al even over. Ik lees dus nu dit boek. Het staat niet alleen in de sterren. En dat gaat over alle soort tekens die je hebt. Omdat dat blijkbaar veel meer zijn dan alleen het sterrenbeeld dat je kent. Alleen, ik was dus hoofdstuk 1 gisteren aan het lezen. En je hebt wel echt een notitieboekje nodig. Dus daarom heb ik deze ook bij Matisse gekocht. Want het is wel lekker om mee te kunnen schrijven en zo. Wat over jou gaat en zo dan. En jouw beeld. Dus dat is wel heel fijn. Wou ik even laten zien. En dan zit hier echt heel lekker. Kijk hoe leuk dit ook is. Allemaal jachtjes of course. Maar love it. Heerlijk. Het is wel busy. Maar op je eigen spot is het gewoon nog wel chill. Cheers. Best wel te drinken. Een wijntje van 2 euro volgens mij, 2,10. Dus we hadden een wijntje van 2,10. En het was de enige dus met een draai erop, dus we hadden ook weinig keus. Maar hij is best te drinken, dus dat was mooi. Ik denk dat ook dachten even mensen komen. Oké, wij zijn weer van het strand af en zijn nu naar een heel leuk tentje langs gegaan. En ik denk dat we hier nog even een drankje gaan doen en dan weer naar huis. Kijk hoe cute het is. Mensen zijn hier ook gewoon lekker aan het dansen. Lekker muziekje erbij. Helemaal gezellig. Oké, we zitten even heerlijk in een zonstoel. Hier is zo'n fotomoment, dus we maken met mensen foto's. En kijk dit uitzicht even, hoe heerlijk. Oké, babes, we hebben nog even lekker een pizzaatje gehaald. En we gaan hier even lekker hem opeten. Hoe chill. Love it. Hopelijk hebben ze hem gesneden. Anders wordt het happen. Yes, chill.
echte lusjes. Oké, babes, we hebben heerlijk onze pizza op. Wat echt lekker trouwens. En we gaan nu weer terug naar het hotel. Of naar Nice in ieder geval. En we pakken daar misschien nog heel even het strandje met een meidje. Maar ik sluit hier lekker de vlog af. Ik hoop dat jullie zo'n vakantievlogje leuk vonden.